De Spreekbeurt. Onnozele onderwerpen, serieuze sprekers. Onze volgende sprekers komen als duo. Een duo dat intussen al bijna 4 decennia meegaat. Oorzangers met zinvolle baarden, met broeken van zwaar in fluweel, van wie onze leraars verklaarden, hun teksten zijn zeer textueel. Ze vonden elkaar in een gedeelde interesse voor muziek, voor humor en lelijke jaren 80 hemden. Maar ook later waren ze nooit beroerd om zichzelf in de gekste kostumes te hijsen. Ik zou een welgemeende dank u wel willen uitspreken voor hen, voor zoveel muzikale herinneringen uit mijn jeugd, voor die legendarische radio- en televisieshows, het verhaal van Sinterklaas dat al in 1992 woke was, en dan wil ik dat vervelende Samson en Gert-lied gerust door de vingers zien, Bart. Trouwens, wisten jullie dat dit niet hun eerste spreekbeurt samen is? Ik heb het onderwerp van mijn spreekbeurt zo lang mogelijk geheim gehouden, omdat het over blote boekjes gaat. Blote vrouwen kunnen ook rechtop staan. Vandaag behandelen ze opnieuw een zodanig breed en relevant onderwerp dat ze het wel samen moeten doen. Mag ik jullie applaus voor Bart Peters en Hugo Matthijssen? De Spreekbeurt. Bart Peters en Hugo Matthijssen. Goedenavond. Was het Goethe die ooit zei: toon mij uw lambrisering en ik zal u zeggen wie gij zijt? Of was het John Lennon? Dat zou ook kunnen, of misschien ook niet. In elk geval, iemand heeft dat ooit gezegd of had het moeten zeggen. Dus als het nooit gezegd zou zijn, zal ik het nu zeggen. Ik zeg u: toon mij uw lambrisering en ik zal u zeggen wie gij zijt. Wel, dan zal u misschien opwerpen: ik kan helemaal niks tonen, want ik heb geen lambrisering. Wel, dan is het antwoord logischerwijs: in dat geval zijt gij niemand. Dat is een harde waarheid, maar misschien is ze wel een beetje overdreven. Dat heb je wel vaker met harde waarheden. Ik zal daar misschien een voorbeeld van geven. U kent het klassieke 1 plus 1 is 2 als onwrikbare waarheid. Wel, 1 plus 1 is altijd ongeveer 2. Als je bijvoorbeeld 2 liter flessen cola gaat kopen in de Albert Heijn en je kapt die bij elkaar, dan heb je ongeveer 2 liter, omdat dus in elke fles, we moeten daar niet uitgebreid op ingaan, maar in elke fles zit ongeveer 1 liter. Maar nu terug naar ons eigenlijke onderwerp, de lambrisering. Dus de lambrisering, dat is een boeiend, maar ook heel breed en complex onderwerp. En het is voor mij persoonlijk onbegonnen om dat helemaal in mijn eentje te behandelen. Maar gelukkig heb ik iemand bereid gevonden om op alle vragen omtrent de lambrisering een antwoord te geven. Iemand die al heel zijn leven gefascineerd is door de lambrisering. Iemand die daar uitzonderlijk veel over weet, die zelfs tot de Europese top van de lambriseringskunde behoort, om niet te zeggen de wereldtop. Maar, en dat is typisch voor dat soort gedreven mensen, hoe meer ze over een onderwerp weten, hoe meer ze beseffen dat er nog veel meer is dat ze te weten moeten komen. Het is dus iemand die vanuit zijn deskundigheid de lambrisering blijft bevragen. En die iemand, en ik ben nogmaals heel blij en dankbaar dat hij er is, het is ook een groot voorrecht dat hij u en mij wil voorlichten over dus de lambrisering. Dat is Bart Peters. Dank u wel, Hugo Matthijssen. Dag Bart. Dag Bart. Mag ik misschien meteen met de deur in huis vallen? Okay. Bart, okay. Ja. Wat is een lambrisering? Hugo, ik ben op het begin heel blij dat je de uitdrukking gebruikt met de deur in huis vallen. Ja. Want inderdaad, een lambrisering vinden binnen. Dus in een huis. Ja. Dus open lucht, ik zeg het maar ineens, openlucht lambrisering bestaat niet. Ah ja, dat is goed dat je dat zegt, Bart, want ik heb onlangs
een kippenhok gezien, dus in open lucht, dat volledig was opgetrokken uit onderdelen van weliswaar oude, verwijderde lambriseringen. Maar dus voor alle duidelijkheid, dat is geen lambrisering. Nee. Dat is een kippenhok. Ja, dat is ja. Gewoon een kippen. Ik weet trouwens over welk kippenhok dat je het hebt. Dat staat in Nedegem. Ja, dat heeft weinig belang. Maar dat is kippenhok van een oude kennis van ons. Hè? Dennis van den Berg. Dennis van den Berg, maar daar gaat het nu niet over. Maar ik neem aan dat je dat kippenhok, Bart, wel hebt bestudeerd. Ja. Je moet oppassen wat je een studie noemt. Allee, ik ben daar archieffoto's voor gaan maken. Ja. Echt goede foto's voor mijn archief. Over dat indrukwekkende archief van Bart Peters zullen we het later misschien nog hebben, als we daar tijd voor hebben. Maar misschien nog even terugkomen op de vraag, wat is een lambrisering? Hugo, ik ga het simpel houden. Ja. Hoewel het een heel complex gegeven is. Ja. Een lambrisering is een houten timmerwerk bestaande uit panelen of planken dat een muur gedeeltelijk bedekt. Ah ja, dus technisch gesproken is een plint ook een lambrisering? Nee. Want een lambrisering bedekt de muur vanaf de vloer tot op ooghoogte. Ja. Nu zou je kunnen zeggen, een plint is dan ook een soort lambrisering vanuit de ooghoogte van de gemiddelde egel of eekhoorn. Ja. Dat zijn sympathieke beestjes. Maar we hebben het over menselijke ooghoogte. Dat is heel belangrijk. Ah ja, dus een lambrisering wordt niet aangebracht vanuit een dierenrechtenstandpunt. Zeker niet. Zeker. Want dan zou het eventueel een plint zijn. Dus die kippen in Edegem hebben geen lambrisering. Hoewel ze daar misschien recht op hebben. Nee, dat weet ik niet. Maar die kippen kunnen niet genieten van lambrisering. Want een lambrisering, en daar moeten we ook duidelijk in zijn, dat wordt aangebracht aan de binnenkant van de muur. Dus in het geval van... ik heb er foto's van. In het geval van het kippenhok in Edegem is de voormalige lambrisering, dus de ex-lambrisering, door die Dennis van den Berg eraf getrokken, van zijn muur getrokken. Ja. En die heeft daar dan een kippenhok van gemaakt. Dus die lambrisering is weg. Dat is een voormalige lambrisering. Oké, ik begrijp het helemaal. Ja. Tenzij natuurlijk dat de kippenhok dus van binnen tegen die lambrisering nog een lambrisering. Een gewoon lambrisering zou hebben. Ja. Dan zou je kunnen spreken van een lambrisering in het kippenhok. Maar ik heb er foto's van getrokken, ik heb gecheckt. Dat is niet zo. Ja. En er wil ik nog één ding aan toevoegen. Stelt dat dat wel zo was, dat er dus tegen die rommel, dat ooit een lambrisering was, een lambrisering is aangebracht, dan is dat niet voor het genot van die kippen. Dan is dat alleen voor de Dennis van den Berg. Als die komt kijken, hebben mijn kiekens eikens gelegd, dan dat kan die dan genieten. Ja. Eventjes genieten. Maar dus... Ja. Het belangrijkste is misschien een lambrisering, we moeten het ook over de functionaliteit hebben, die zorgt voor verfraaiing van een huiskamer, voor isolatie eventueel. Ja. Maar ik denk dat dat allemaal voor zich spreekt. Ik denk dat we het meer over de diepgang van de lambrisering moeten hebben. Graag. In uw inleiding trouwens, Hugo, ik wil niet kritisch zijn of zo, maar zeg je tegen mensen, toon mij uw lambrisering. En als je er geen hebt, dan zet je een nobody. Dat is een loser. Ja. Er zijn heel veel mensen zonder lambrisering. Hè? Ja. Kijk, dat is misschien wel sterk uitgedrukt, maar het is zo, dat is de harde waarheid. Maar ik moet dat misschien in de context plaatsen. Kijk, Bart. Ja, oké. De mens, hè? Ja. Elke mens, daarin zijn we allemaal gelijk, elke mens wordt geboren zonder lambrisering. Hè? Met lambrisering zou ingewikkeld zijn. Ja. We kunnen ons dat amper voorstellen dat er bijvoorbeeld een soort nageboorte zou zijn bestaande uit een lambrisering op babyformaat. Ik denk zelfs met een keizersnede zou dat... Ja. Okay. Dat zou een toestand worden. De mens wordt geboren zonder lambrisering. Allee. Ja. Oh ja, dat dus eigenlijk. Hè? Ja. Maar nu ben ik even mijn draad kwijt. Ja. Oké. Dus de mens wordt geboren zonder lambrisering. Hè? Laat ons daarover eens zijn. Okay. Maar als een kind geluk heeft, dan groeit het op in een omgeving met één of hopelijk zelfs meer gelambriseerde kamers. Hugo Matthijssen, nu hoor ik u meteen ook zeggen, dus bij die lambrisering geluk. Waarom dat woord geluk? Waarom? Wel, omdat het geluk dan binnen handbereik ligt.
om goed te kunnen leven, hè, en dat is in deze coronatijden wordt dat vaak extra benadrukt, om goed te kunnen leven heeft een mens perspectief nodig. Hij heeft iets nodig om naar uit te kijken. Een mens wil zijn blik naar de toekomst kunnen richten, naar de horizon, maar als je binnen zit, dan is dat moeilijk. Je kunt door het raam kijken. Ja, als er een raam is, maar zelfs als dat er is, hè, dan wil je naar de horizon kijken, maar in de realiteit kijk je naar de gevel van de buren, naar geparkeerde auto's, aanplantingen enzovoort. Maar gelukkig is er de lambrisering. Want de lambrisering, dat is eigenlijk een soort indoor horizon. Vandaar ook dat de lambrisering eindigt op ooghoogte. Net zoals de horizon zelf. Misschien even verduidelijken. Er zijn twee denkrichtingen over lambrisering. Je hebt lambrisering en die is op ooghoogte van de zittende mens. Ja. En je hebt lambrisering die is op ooghoogte van de staande mens. Dat is daar een heel goed voorbeeld van. Okay. Maar dat maakt nu niet uit. Ja. Okay. Ja, okay. Maar goed. Dus de lambrisering zegt ons, er is hoop. We mogen vertrouwen hebben. Er is een mooie toekomst achter de horizon. Een beetje zoals Somewhere Over the Rainbow. Niet een beetje veel eigenlijk. Want je zou in dat nummer het woord rainbow elke keer kunnen vervangen door lambrisering. Hè? Somewhere over the... Over de lambrisering. De lambrisering. Ja, 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 ja. En de emotionele inhoud, als ook het emotionele impact van dat nummer, zou volledig hetzelfde blijven. En nu we het er toch over hebben, Bart, ik weet dat jij heel wat onderzoek hebt gedaan naar de lambrisering in de muziek. Dat klopt toch, hè? Ja, onderzoek. Je moet altijd uitkijken, want onderzoek is een duur woord. Hè? Ja, ik heb er erg over nagedacht. Ja. Ah, ja. Ja, ja. En wat is de rol van de lambrisering? Ik heb me binnen de muziek beperkt tot de kunst van de songwriting. Ik ben er een beetje in getraind ook. Dus als ik de radio opzet, ik hoor meteen, dit is een nummer qua songwriting met lambrisering. Dit heeft geen lambrisering, dit heeft totaal geen lambrisering. Ja. Dus je bedoelt eigenlijk, als je zo'n nummer hoort, dat je dan hoort dat nummer perspectief biedt? Nee, want daar hebben we de lambrisering zelf voor. Dus de lambrisering biedt... Het is ingewikkelder. Ja. Ik beschouw songwriting een beetje als het bouwen van een gebouw. Dus het fundament is dan eigenlijk de beat, zal ik maar zeggen. Ja. Hè? Dus de muren zijn de strofen, zijn de refreinen, het dak, het plafond is de bridge. Hè? Ja. En dan moet je zien, binnen dat bouwsel is er daar sprake van een warme, aangename aanwezigheid van, ik zal maar zeggen, metaforische... Een meerwaarde eigenlijk. Een lambrisering. Een lambrisering, ja. Emotionele woord. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, een heel goed voorbeeld is dingen. Stromae. Ja? Stromae, dat is een heel goed voorbeeld. Dus als die mens nog maar begint aan zijn beat, aan zijn fundamenten, dan weet hij, die is al met zijn lambrisering bezig. Het werk van Stromae is echt een voorbeeld van songs met lambrisering. En dat maakt zijn werk zo sterk. Okay. Maar zijn er dan ook artiesten die de lambrisering zeg maar verwaarlozen? Ja, natuurlijk. Of waar de lambrisering gewoon ontbreekt? Maar ik durf niet goed collega's afvallen. Dus Je gaat daar geen voorbeeld van geven? Nee. Kijk, ik heb zelf eens de oefening gemaakt met het werk van Adele. Meer bepaald met het nummer Easy On Me. Ja, dat is de grote single van haar nieuwe plaat. Ja. Dat is een prachtig nummer. Hè? Ja. Ik moet bekennen, het overkomt mij niet vaak, maar ik heb werkelijk de zakdoek moeten gebruiken. Maar bij de tweede beluistering dacht ik al, hier klopt iets niet. Mm-hmm. En dan heb ik nog eens geluisterd en ik dacht, waar is die lambrisering? Waar is in godsnaam die lambrisering? Wel, ze is er niet. Die binnenkant, dat was gewoon een soort behang. Dat nummer is eigenlijk, erg dat ik het moet zeggen... emotioneel dood, zo dood als een pier. Okay, is het je daarmee eens, Bart? Nee, oké. Mag ik er even iets op inbrengen? Een kleine randbewerking. Oké, Adele, hè, die heeft onwaarschijnlijk veel fans. Dat is zo. En die worden heel diep geraakt door haar repertoire. Ook door het nummer Easy On Me. Ja, Hoe kun je dat dan verklaren, Hugo? Wel, we hebben al gezien in deze interessante uiteenzetting dat de mens wordt geboren zonder lambrisering. Ja, daar zijn we het zelfs over eens. Ja, ja. Okay, ja. Er zijn ook veel mensen die moeten opgroeien in een wereld of in een omgeving zonder lambriseringen.
En dan wordt het wel heel moeilijk om lambriseringen te herkennen, laat staan naar waarde te schatten. En ook, en ik vind het erg dat ik het moet zeggen, ook in het onderwijs is er bijzonder weinig aandacht voor de lambrisering. Hier moeten we zeggen gewoon geen aandacht. Ja, nul. Vroeger had je nog van die dorpsschooltjes, die werden gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog. Daar hadden je lambriseringen om vingers en duimen van af te likken. Ja. Dat was ongelooflijk. Echt, en op een kunstzinnige manier konden kinderen die thuis geen lambrisering hadden, genieten. Die groeiden op tussen die lambriseringen in die collegegangen en refters enzovoort. Dus ja, vandaar, Bart, dat ik u toch een vraag moet stellen. Ja. En het is een beetje een maatschappelijk relevante vraag. Vind jij, Bart, dat onze scholen gelambriseerd moeten worden? Geen twijfel. Ik wil daar zelfs een pleidooi voor houden. Kinderen worden daar rustiger van. Ja. Ze krijgen meer zelfvertrouwen. Ja, ja. Hun resultaten gaan... Dat is ongelooflijk. Ja. En ze hebben ook minder gedragsproblemen. Ja, ja, Bart, nu je het over gedragsproblemen... We hebben allemaal gehoord over die toestanden in Holland. Ja, we moeten daar niet te veel over zeggen, met die talentenjachten en zo. We gaan geen talentenmensen noemen, maar toch. Die kerels zijn gewoon het product van een generatie in Holland daar, die volledig is opgegroeid zonder lambrisering. Meer is dat eigenlijk niet. Ja, ja. Pas op, dat mag geen excuus zijn. Nee. Voor hun wangedrag, want naast lambrisering heb je ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Dat is heel belangrijk. Dat wil ik toch nog benadrukken. Ja. We moeten niet in toestanden verzeilen waarin iemand tegen een rechter zou zeggen: sorry, het is waar, ik heb 10.000 schunnige sms'en verstuurd, maar ik ben opgegroeid zonder dat... Nee. Zo werkt het niet. Nee. We moeten niet het ontbreken van een lambrisering als excuus gaan gebruiken of de lambrisering toekoer als zondebok. Maar het kan serieus fout lopen. Het kan echt serieus fout lopen. En dan moeten we ook durven denken aan die gast in Nedegem, zijn kiekenkot, aan de Dennis van den Berg. Ja, dus die gast, wij kennen die al lang, die had een prachtig oud huis gekocht in Nedegem met een fraaie... lambrisering. Ja, die heeft dat gesloopt, daar een kippenhok van gemaakt. Ja, met alle gevolgen van die. Hè. Dus dat faillissement, dat was echt heel pijnlijk. Dan die verslavingen, die scheidingen, die kinderen, de dupe naar de psycholoog. Dan is die scenario's beginnen schrijven voor dertigers, sluikstorten, spookrijden, omkoperij, noem maar op. Dat komt er dus van. Maar goed, ik denk dat we kunnen afronden. Bart, ik denk dat het tijd is voor een conclusie. Oké, dan is mijn conclusie. We moeten van lambrisering, en ik zeg dat met klem, een strijdpunt maken, een speerpunt maken, naar het onderwijs toe, wat betreft ook naar de verkiezingen toe van 2024. Ik denk dat dat heel simpel is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, dank u wel. En dan heb ik, als ik het mij mag permitteren, in de goudwe, misschien nog omdat ik weet dat dit online wordt gezwierd, een boodschap voor Dennis van den Berg. Die zal misschien wel kijken. En ik zou willen zeggen, beste Dennis, het is nog niet te laat. Breek dat kot af. Plaats die lambrisering, where she belongs, om het een beetje populair te zeggen. Uw huis zal... een paar maanden naar kippenstront ruiken. Maar voor de rest komt alles goed. En verder, een tweede belangrijke conclusie lijkt mij. Af en toe kan het geen kwaad om eens te luisteren naar mensen die het beter weten, zoals in dit geval Bart Peters. En zijn boodschap is, als ik het even mag samenvatten, Bart, verbeter mij als ik dingen vergeet of zo. Wij leven in een wereld vol diversiteit en dat is heel goed. Maar er moet ook verbondenheid zijn. En die verbondenheid kunnen wij vinden in de lambrisering. En ieder van ons moet daar zijn eigen steentje toe bijdragen. Dus als jullie straks thuiskomen, kijk eens naar uw binnenmuren. Is daar een lambrisering? Staar daar dan een half uurtje naar. Met uw huisgenoten. Dat zal u goed doen. Is er geen lambrisering? Bel dan een
schrijnwerker. Is dat wat ingewikkeld? Kijk, er zijn zelfhulpgroepen. Er bestaat naar het schijnt zelfs een noodnummer voor mensen zonder lambrisering. Met wat googelen moet je dat zeker kunnen vinden. En nog geweldig tussen haakjes. Het is bewezen dat mensen met een lambrisering doorgaans minder last hebben van allergieën en darmklachten. Bart, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, ik zou misschien, Hugo, willen eindigen met een welgemeend en ja, diep vanuit het hart komende. Voor de lambrisering, hip. Wel, dan ga ik daar. Er zijn veel opties natuurlijk, maar dan ga ik daar een eenvoudig hoera aan toevoegen. Dank u wel, Bart Peters. Dank u wel, Hugo Matthijssen. Dank u wel.